een kind geselecteerd wordt, dan is hij in beeld bij de KLTB. En dat betekent het eigenlijk dat hij potentie heeft om de route naar de top te kunnen bewandelen. En daar start dan ook eigenlijk concreet de ondersteuning vanuit de KLTB. Die ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit een financiële bijdrage als een kind gaat trainen bij een gecertificeerde tennisschool. Wat we natuurlijk nastreven in de hele systematiek van onderbouwtennisscholen naar bovenbouwtennisscholen is dat we één verantwoordelijke hoofdtrainer hebben voor het geselecteerde kind. Twee situaties of soms drie situaties, zoals het in deze tijd ook nog wel eens voorkomt, dat is iets wat we niet willen. Voorwaarde om voor een financiële ondersteuning van de KLTB in aanmerking te komen is om A natuurlijk geselecteerd te worden door de KLTB en B om het volledige trainingsprogramma en wedstrijdprogramma te volgen bij een gecertificeerde tennisschool. Ook als je niet bij een gecertificeerde tennisschool traint, word je nog steeds uitgenodigd voor de centrale trainingen. Plus je wordt uitgenodigd voor de buitenlandse wedstrijden zoals de Zomercup en de Wintercup. Voor de KLTB gaat het uiteindelijk om één ding: de optimale ontwikkeling van de kinderen. Die staat centraal.